Orgels is natuurlijk zijn zijn kinderen. En al die orgels die hij op de hele wereld heeft gedaan, hebben een afspraak. Iedere zondag om 9 of 9:30 gaan ze spelen. Egal waar ze staan op de wereld. Ik ben dus geen orgelbouwer die altijd hetzelfde bouwt. Ik heb door mijn jaren heen geleerd al die verschillende stijlen te leren. En ik weet ook hoe ik het kan produceren. Orgel is gewoon voor hem het hoogste. Voor de gezang voor God die je daarop speelt. En hij gaat versmelten met die orgel bij het spelen. Ja, ik heb het gevoel, de reïncarnatie van Abschnitt. Sorry, maar dat wil hij niet horen, maar... Voor mij is dat zo. Bij dit orgel heb ik registers overgenomen in een nieuw orgel van mij, maar aangepast in een kerk. En natuurlijk was ik niet Aap Snitke, maar Eppo Reinko Otters. En ik heb misschien een andere manier om de pijpen te intoneren, maar ik heb geprobeerd door de jaren heen een eigen klankideaal te ontwikkelen. Het ergste in geloof en in levensgaan is die huichelarij. Ik kom oorspronkelijk uit een gereformeerd gezin. En bij ons was wat de dominee zegt is de waarheid. En wat in de Bijbel stond, dat is gewoon de waarheid. Dat zijn dus conflicten. Dat zijn conflicten geweest. Ik geloof niet in God in die zin. En ik geloof ook niet in de hemel. Mijn idee over de religie is gewoon steeds veranderd. Iedere toon die hij intoneert en dan het samenspel. En het is een bijzondere, het is een Eppo-klank. Het zijn tonen van Eppo die ook in hem schwingen. Ik vind orgel is beide, ambacht en kunst. Het is een kunst, zo'n instrument te maken. Je bent architect, je werkt met hout, je werkt met tin en lood, met gereedschap, met metaal en met leer en met vilt enzovoort enzovoort. Dat is allemaal samen in dat beroep orgelbouw en daarom heeft het mij mijn hele leven ook zo gefascineerd.